De gladiolen zijn er nu echt bijna klaar voor. Boer Jos laat zien hoe hij ervoor zorgt dat jij die bloemen uit kunt delen. Dus dit is het. Dat. Ja, hier gaan de gladiolen in. Geplukt en al. Geplukt en al. Ja, zo komen ze van het land af. Dat is een aardige bak. Hoeveel gaan erin? Ja, veel. Maar goed, dan hebben ze dan op de wagen. Ze worden geplukt vanuit het veld. Mm-hmm. Dan komen ze op de wagen, achter de tractor. Die rijden hier naar binnen. Dan worden ze hier ingezet. Van hier worden ze netjes geteld. 10 of 7 in de bos. Exacte kopjes bij elkaar, hè? Want het moet gewoon gelijk zijn. Vanuit hier ga je die bos opleggen en dan precies op lengte. Hij wordt exact afgezaagd op lengte, op 90 of meter. Het moet natuurlijk wel stevige bossen zijn. Hè? Ja, en die lengte die bepaal jij? De bloem bepaalt dat uiteraard, want de bol moet eraf zijn. Dus die kan ik hier zo mee afstellen. Oké, okay. En hier staan allemaal mensen die dit dus zo per 7 of per 10 in een... Ja. En dat gaat dan zo die kant op. Ja. Daar gaat het echt gebeuren. Jazeker, hier worden ze precies op maat gelegd. Ja. En daar gaan ze door. Ik kan ze dadelijk wel aanzetten dat jullie het leuk vinden. Ja, vind maar ik leuk. Maar op het veld kan ik jullie het mooiste laten zien wat morgen gaat gebeuren. Kijk, dan wil ik even dat ding aan en dan wil ik daarna zien wat er op het veld gebeurt. Is goed. Hier was dus exact met een mes op die lengte gesneden dat die bol er mooi af is. Ja. En dan komt de bos als waar, die wordt hier ondergedrukt, dus dat die mooi bij elkaar zit. Ja. Nou, stel je voor, ik ga natuurlijk niet door het mes heen. Nee, dat lijkt me niet zo handig. Dan komt dit ding aan, dus hup. Kijk. Oh ja, het zijn gewoon... Hier dan. Ja, dus je hebt je, ja, dan is hij bij elkaar gebonden en dan wordt hij daar verzameld. En dan wordt hij in de fus gedaan, in de 544, zeg je. Ja. En hij is ook keurig netjes geknoopt, hè? Ja. Ik heb altijd gedacht dat het gewoon mensen waren die gewoon... Nee, er zit niks in. Er zit niemand in. Nee, precies. En dan hebben we hier nog een apparaat waar het uitkomt. Dat zijn de bollen en alles wat... Het afval, ja. Wat doe je daar dan mee? Nee, dat was gecompenseerd. Dat gaat daarna weer als mest over. Gaat later als mest of wel weer terug naar het land toe. Dus. Oké. Okay. Zullen we naar de gladiolen gaan? Ik vind het helemaal goed. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Van die kant voor jullie. Ja. Nou Jos, daar staan we dan. Tussen de gladiolen. Daar word je vrolijk van, hè? Daar word je best wel vrolijk van. Het is echt... Ik weet nog dat we hier een paar weken geleden waren. Toen waren ze ongeveer zo groot. Ja. Het is best hard gegaan. Ja, nou omstandigheden hoef ik niet te klagen. Het is wel wat later dan andere jaren. Ja. Maar ze staan best. We zijn donders tevreden. Donders tevreden? Ja. Ja, ik geniet toch van het product. Kijk, wij gaan er eigenlijk te vaak naartoe, al zijn er naar de oogst toe. Want je wilt het liefst al volop in productie. Maar ja, morgen gaat het gebeuren. Je ziet het, de eerste zit de kleur in. Ja. Je ziet al mooi dat paarse. Ja, ik zie het. Ja. Dus... Want dat is één, want jij zegt, want eigenlijk zou je vandaag al gaan, maar dan is het vandaag nog niet goed. Maar het is er wel uit één dag? Ja, één dag kan echt kleur maken. Kijk, er moet in feite, als je je product aanbiedt op de veiling, ja, dan wil je wat kleur zien. Mm-hmm. Kijk, we weten ook wel, we leveren wel rauw aan die toch kleur krijgen, absoluut. Maar het is het mooiste, iets kleur, dan weet de koper wat ze kopen. Ja. En dan is het nog wel inderdaad, voor morgen is het nog aan de vroege kant voor de vierdaagse. Dan zou je ze in de koeling moeten zetten. Ja. Maar goed, voor volgende week zitten we er gewoon ramvol in. Ja, ja. Nou, gaaf hoor. Iedere bloem heeft een toch een andere groeiwijze. En je ziet zelf dat deze is nog heel klein. Ja. Die is eigenlijk er net uit. Je komt net kijken. Nou, en deze is eigenlijk al volgroeid. Je ziet al dat er bijna 6 vol zijn. Dus, dat is 6 vol, want het is, zo lijkt het nog een soort op... Ja, wat is het? Een soort graan of zo, maar het is... Het is eigenlijk ook een aar, hè? Ja. Kijk, dat is een dikke meter hoog. Ja. Nou, dit komt volledig tot bloei, tot bovenaan toe. Oké. Okay. En dan, dus dit gaat langzaamaan naar buiten en je kunt voelen dat er wat in zit? Maak er maar in los. Oké. Okay. Kan je gewoon trekken? Ja, zeker. Beetje zonde eigenlijk. Ja, is het ook, maar ja.
Die kun je niet meer verkopen nou? Nee, die geef ik aan jou. Oké. En dan kan ik hier zo, kan ik nu al zien wat voor kleur het wordt? Ja. Dit wordt open. Kijk. Oh, kijk, dus er komt een soort bloemetje uit. Ja. Hij is nog een beetje groen, maar het wordt... Ja, het wordt paars. Paars met... Wit. Mooi. Nou, dit jaar doet, dat merk ik nu al wel, tijdens de Vierdaagse doet rood dus gewoon altijd goed. Dat is best wel een kleur van de Vierdaagse. Mm-hmm. De Huntingdon, dat is ook een soort, die is heel vroeg. Ja. Dat is een heel ouderwets soortje. Dat wordt heel Nijmegen met vol gepropt. Ja. Ik vind hem zelf niet mooi, ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik vind het eigenlijk een beetje een gladiool van moi. Oké. Okay. Dus ik, het nieuwe soort, de Walk of the World, heeft ook de kleuren van een Huntingdon, dus oranje-roos. Ja. Hij is wat korter. Op zich leuk initiatief. Ik vind het fantastisch voor kweker en voor het vak. Maar veel kleiner hoef je van mij niet te worden hoor. Want nee. Kijk, als je die Vierdaagse kunt lopen, dan kun je ook de laatste mits nog met zo'n bos gladiolen lopen, toch? Ja, dat denk ik wel. Ja. Als ik tenminste over de finish zie strompelen, denk ik, nou, dat kan er dan ook nog worden. Er wel een bosje gladiolen bij. Ja. Nou is het de vrijdag van de Vierdaagse, loopt iedereen met jouw gladiolen. Kunnen mensen nog ergens naar je zwaaien om je te bedanken? Ben je er vrijdag bij? Ik ben de vrijdag, in principe als het half kan, ben ik er helemaal bij. Ja. Ik ben wel uitgenodigd door de KRO en CRV. Ja. En ook daar belever ik ze de gladiolen die van dit veld afkomen. Dus ja, daar ben ik wel te vinden, maar ik ben misschien ook wel op een andere feestgedruis te vinden. Hoor. Ja, ja. Dus het is niet dat ik me gebonden voel op die plek, maar leuk dat ik die uitnodiging heb gekregen. En, ja, ik vind het ook een fantastisch feest, laten we dat voorop stellen. En vooral de hele ambiance en de gezelligheid en het feest eromheen, dat is gewoon leuk. Ja.